Nou, goedemiddag dames. Hey. Hoe is het met jullie? Goed. Ja, jullie zitten alle drie mooi op een rijtje, op mijn verzoek natuurlijk. Maar laten we even beginnen met heel kort voorstellen. Sunny, jij bent Sunny. Ja, ik ben Sunny Ensing en ik ben samen met Marloes bij het Deadline Bureau. Ja, en jullie bestaan 3 jaar. En wij bestaan 3 jaar, dus daar zijn we heel blij mee. Ja, nou, over Deadline Bureau gaan we zo nog even verder hebben. Ja, klopt. Marloes? Marloes Matthijssen, ik ben schrijver, columnist en Deadline Detective samen met Sunny. Ja. Ja, en wat doe jij nog naast het... Ik werk voor Theo, dat is een stichting voor jongeren, therapeuten voor jongeren. Oké. Ja, voor Theo Nederland, dat is een landelijke stichting. Oké, ken ik niet eerlijk gezegd. Maar... Part-time en part-time Deadliner. Ja. Ja. En dan jij? Anna van den Ban, yoga-docent ben ik. En sinds kort ben ik verhuisd naar deze yoga-studio. Ja, wat? In Middelburg op Kinderdijk. De Kinderdijk 30A. Mm-hmm. Ja, voorheen hebben we dat dus, we hadden net al de referentie, ooit zat hier een kapper. En dat was de laatste Femke. En daarvoor zat bijna al de Morian erin. Dus ja, nou ja, mooi pand. Hè. Dat is, woon je hier ook? Of is dit alleen je praktijk? Nee, het is echt alleen mijn werkpand. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is mooi met werkpand. Mijn compagnon Mireille, die heel toevallig net in de stad. Mooie introductie. Kom gerust verder hoor, als je niet te hard gerild bent. Ja, kom even showen. Ja, dat is heel goed. Ja. Ja. Zijn we hier vanuit Thijs de Schoolstraat naartoe verhuisd? Ja, en bevalt het? Ja, zeker. Heel fijn. Mooie plek in de stad ook dit. En een heerlijke ruimte. Ja, het is lang geleden dat ik ergens kwam dat ik even mijn schoenen uit moest doen. Maar dat is heel goed, hè? Dat je die vloer gewoon houden. Ja. En maar dames, vertel eens, het Deadline Bureau, jullie bestaan 3 jaar, maar ja, jullie zijn goed in het... deadlines voor andere mensen bijhouden, zeg ik het dan goed? Ja, dat klopt. Het gaat er eigenlijk om dat je heel vaak voor anderen je deadlines heel goed kan halen. En dat je, ja, dat je meestal gewoon alles op tijd af hebt. Ik ben ook, ik ben naast wat ik doe ook nog zzp'er en schrijver. Dus ik kwam Marloes tegen op een borrel. Je zei net ook borrel. Ja. En we hadden het over het schrijfproces en we zijn alle twee bezig met een eigen roman te schrijven. En toen hadden we zoiets van, goh, hoe komt het toch dat we voor iedereen altijd alles klaar kunnen hebben? En voor de enige, nou ja, de projecten die je zelf heel graag wil doen, je eigen passieprojecten, die krijg je niet gedaan. En toen, nou ja, toen kwam eigenlijk de gouden ingeving om dat gewoon voor elkaar te gaan doen. En later ook toen dachten we dat het ook hartstikke leuk om dat voor anderen te gaan doen. Dus dachten we, dan gaan we het gewoon doen. We gaan gewoon een fictief... rooster. Ja, een grappig idee. In een echt bureau. Ja, want in het begin dacht ik ook een beetje dat het niet meer dan een grappig idee is. Ik ken Marloes al wat langer en ook van online. En ik kan me ook nog wel herinneren dat wij. Dat jij bijvoorbeeld bezig was met een groot stuk. Of toen was je vooral onder de naam Mia. Ja, Timian. Ja. Pseudoniem. Maar dat was het ook. Dat je dan toch ook weer jezelf aan het verliezen was in een leuk mopje muziek. Of lekker op Twitter of Facebook. Precies. Dus, ja, en dat is de valkuil van velen. Ja, je bent de hele tijd afgeleid. Je hebt 10.000 hobby's. Alles is leuk. Je moet ook nog 60 films bijkijken en zo. Dus je bent de hele tijd lekker bezig. Maar de dingen die je wil doen, die moeilijk zijn, die stel je uit. En dat, toen hadden wij dus bedacht, je hebt eigenlijk iemand nodig die een schop onder de kom geeft, die je gaat bellen. Ja. Dan ben je al bezig. En het helpt niet als dat een vriend is of je partner, want dat is irritant. Dus als je een wild vreemde hebt die je gaat bellen, dan is dat gewoon heel handig. En gevaarlijk. En zet aan tot actie. Maar kijk, ik ben dan heel benieuwd, werkt het ook in de praktijk? Want jullie zijn 3 jaar bezig, maar dan denk ik van, goh, hebben jullie ook al klanten gehad? Of mensen bij wie je met succes? En toen kwam Anne dus op beeld, toch? Ja. Ja, precies. Vertel eens dan, want hoe is dat dan gegaan? Want wat ging bij jou niet goed? Ik wilde graag kinderyoga specialisatie doen, heb ik gedaan, maar ik moest een eindopdracht doen. En ik zat met hetzelfde, ik was met 100 dingen tegelijk bezig. Het was coronatijd, wat ik heel demotiverend vond voor alle projecten. Ik was in verwachting van mijn eerste kindje, wat ook nog een soort deadline was in mijn leven. Waardoor ik ook... Maar dat komt vanzelf dichterbij. Ja, precies. Dat ging vanzelf. Maar met deze deadline, het afronden van, van die opleiding, ja, daar liep ik gewoon tegenaan en dat kreeg ik niet voor elkaar. En Sunny is mijn nichtje. Okay. Dus ik wist waar deze meiden mee bezig waren. En zij hebben mij geholpen daarbij en dat was voor mij echt heel handig. Doordat je inderdaad weet van oké, ik heb dit gepland zo, ik word nu gebeld en ik word erop aangesproken. En je werd ook echt gebeld? Ja.
En dacht ik dan niet van, ja, ik ga het doen en dan doe je het vervolgens alsnog niet. Nee, maar hielp het echt heel erg. Ja? Maar ook in de aanloop er naartoe al, dat je weet van, oh ja, ja, morgen moet ik dus gewoon, dan wil ik gewoon zelf kunnen zeggen dat ik het gedaan heb, dat ik de volgende stap weer heb genomen. Maar dames, hoe werkt dat nou? Want aanstelde dat ik, laat ik zeggen, dat ik, waar ik heel erg tegenaan liep, was mijn scriptie voor school. Dat is lang geleden, maar die heb ik met een jaar uitgesteld. Hè? Maar, want dat had het te maken met data, en op een gegeven moment denk je, nou, het zal wel. Ja. Maar hoe werkt dat nou? Want als ik jullie dan wil inhuren, wat kost dat dan ongeveer? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nee, we hebben 3 verschillende pakketten. Dus we hebben een soort wat korter, concreter pakket. Waarschijnlijk iets meer voor de scriptie. Maar dat ligt er een beetje aan de persoon en ligt een beetje aan waar hij of zij mee uitstelt. We hebben een wat groter pakket. En het grootste pakket gaan we ook echt onderzoeken wat het nou is. Dus jij hebt altijd een mooie... Ja, ik heb bijvoorbeeld bij mijn scriptie echt veel te lang The Sims gespeeld. Echt dagenlang. En ik ben een uitsteller, ik ga entertainment zoeken, want ik vind het niet leuk, ik vind het eng om te schrijven. Maar je hebt ook uitstellers die helemaal verstrikt raken in wat moet ik nou doen? Hoeveel woorden moet ik nou schrijven per week om aan het eind te raken? Dus je hebt mensen die structuur nodig hebben. Je hebt mensen die gewoon echt van hun speelcomputer afgetrokken moeten worden. Je hebt mensen die, zoals ik doe dus heel veel. Ik maak dus enorme to-do-lijsten en dat kan ik heel goed. Dus ik ben ook echt gewoon totaal niet het type uitsteller. Maar ik stel dus allemaal... Eigen passieprojecten wel uit, want die halen nooit die hoogte op die to-do-lijst. Ja, want dan moet eerst moest ik nog een kapperafspraak afzeggen en ik moest nog, bij de boekhouder langs en ik weet niet wat ik allemaal nog moest doen. En voor de kinderen nog wat halen en ik moest van alles doen. Maar dat uurtje blokken om nou eindelijk even aan mijn boek te schrijven, waar ik dus heel blij van word eigenlijk en wat me dan weer even die vreugde geeft, ja, dat doe ik dan niet. En waarom niet? En dat is gewoon, die druk geven wij dan eigenlijk. Dus je accepteert en je schakelt hulp in. Ja, dat is gewoon wel slim. En ook met die intake is wel leuk hoe jullie dat inventariseren. Van, oh ja, wat gebeurt er nou en wat heb je nodig? En dat helpt je ook al om inzicht te krijgen. Oh ja, wat wil ik nou eigenlijk? En hoe ga ik daar naartoe? Ja. En het is ook best yoga af en toe. Dat je moet accepteren. Dat ik ben nou eenmaal een gamer en ik heb een soort van prettige gemoedstoestand nodig. En dan schrijf ik heel goed. Dus als ik daartegen ga vechten... Dat is gewoon averechts. Dus als ik mezelf gewoon een half uur gamen geef, dan stop ik daarna ook weer en dan kan ik het schrijven. Dan heb je weer even je kick gehad. Ja, want het is ook vooral geen product. We zijn totaal geen productiviteitsgoeroes of zo. We willen eigenlijk juist een beetje de zachte kant laten zien van het uitstelgedrag. Van we doen het allemaal, A. Dus dat is oké. En B, je kunt dus ook met die kleine stapjes en in die kleine uurtjes gewoon wel weer af en toe aan je eigen vreugde toekomen. Want het zijn toch vaak de dingen waar je dan... Nou ja, in jouw geval was het iets wat je heel graag af wilde hebben. Ja. En daar ben je dan heel blij mee. In mijn geval is het elke keer als ik mijn uur kan verliezen in mijn boek. Dan denk ik daarna, oh ja, dit was precies wat ik... Ja. Dit is wat ik wil, dit is wat ik fijn vind, hier word ik gelukkig van. Ja. Maar dat hoeft niet, je hoeft niet die glass ceiling te doorbreken. Al je schepen achter je te verbranden en alleen maar gaan. Dat is totaal niet waar we... We hebben het juist een beetje over hoe kun je met die tussenstappen toch nog je doelen of subdoelen bereiken in je drukke leventje. Of in dat leventje wat al zoveel uitdagingen met zich meebrengt. Zeker. Vertel eens ook nog kort over je yogaschool. Want hoe lang ben je daar nou in totaal mee bezig? Dus ook voorheen? Voorheen, ik had op heel veel verschillende plekken les gegeven. Toen ben ik in de Latijnse schoolstraat begonnen, omdat ik graag gewoon ergens een... En dat was dat grote pand van de boek, de boekrestaurant. Op de begaande grond hebben ze een hele mooie ruimte. Ja, ja, ja. En daar ben ik gestart met mijn moeder, die ook yogadocent is, samen dat gaan huren in coronatijd. Dus weer een slecht moment, maar toch vol blijven houden. En toen Mireille ontmoet, die ook zin had om haar schouders eronder te zetten. Ook een yogadocent die eerder een Dordrechtse school heeft gehad. Okay. Zijn we eigenlijk hebben we een doorstart gemaakt, even krachten gebundeld en snel gegroeid. En daardoor hadden we eigenlijk een nieuwe plek nodig waar we iets meer mogelijkheden hebben. Want jullie geven je de hele week door les? Ja, 7 dagen in de week. Oké. Okay. En een behandelruimte hebben we waar behandelingen zijn. Dat vinden we ook fijn, dat we net even wat, op die manier wat meer plekken hebben. En behandelingen, waar moet ik dan aan denken? Massage, reiki, dat soort type behandelingen. Dus jullie zijn wel gewoon compleet... Ja, eigenlijk daar wilden we graag naartoe inderdaad. Nou, en ik was laatst, dat een paar weken terug was ik bij Hotel de Nieuwe Doelen hier net achter. Ja. En die hebben een wellness in de tuin. Weet je dat? Oh, lekker. Nee. Dat is een privé wellness. Nou, ik ben helemaal niet zo van dat soort dingen. En ik ga ook niet zo vaak naar de sauna, eerlijk gezegd.
Maar deze kan ik echt wel aanbevelen. Het heeft helemaal niks mee te maken. Maar goed, maar serieus, wat het hier gangetje ertussen. Ja, en je hebt het heeft het ook echt, het ligt echt aan de achterkant van zijn tuin. Het is een soort, het is niet voor de hotelgast. Het is dus echt op maar je hebt dus een kleine sauna, maar ja, ook een bed waar de televisie uitkomt. Dus je kan daar ook nog gamen in dat kamertje. En dat bubbelbad is echt fantastisch. Oh, wat leuk. En dat kun je gewoon aanvragen. Jazeker, dat moet maar op de website van de Nieuwe Doelenka. En dan komen ze ook gewoon met hapjes als je wil en een flesje wijn op. Ja, ik vond het echt wel. Ik vond het wel, ja. Maar goed, dat knip ik er wel uit.